Goeiedag, de dag die is prachtig begonnen met een vrije zonsopkomst. Zoals hier achter mij in Hendrik Ido Ambacht. Mistbankje zelfs hier zo boven het water. Maar ja, die brede opklaringen die waren geen lang leven beschoren. Want even later al pakten donkere wolken zich samen, zoals hier achter mij in Barendrecht. Op de meeste plaatsen viel er toen later een onweersbui, heel lokaal zelfs met hagel. Nou, wat dat betreft ziet het er vannacht een stuk rustiger uit. Brede opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft erbij gewoon overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 7 graden. De wind wijdtmatig, windkart 3 uit het noorden tot noordwesten. Ja, dan morgen overdag, de donderdag, nou, is gewoon een mooie lentedag. Misschien een beetje ja, wat ochtendgrijs, maar daarna al heel veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook stapelwolken, met name dieper landheenwaarts. Je weet het ondertussen, langs een brede kuststrook is het dan een heel stuk zonniger. Temperaturen een graad of 15, overal droog en een matige noordenwind een windkracht 3. Nou, vrijdag en zaterdag zo'n beetje hetzelfde weerbeeld. Tamelijk zonnig met in de middag een paar van die vriendelijke stapelwolkjes. Temperatuur loopt op naar 18 graden en omdat er maar weinig wind staat... Zal het al snel wat warmer aanvoelen dan de thermometer in werkelijkheid aanwijst? Nou en dan een zondag zien we dat de stroom in gaat draaien naar het zuiden. De aangevoerde lucht wordt een stuk warmer. Het wordt ongeveer 22 graden met zondige periode. Kortom, wellicht wel een leuke dag om de barbecue weer ja, van stal te halen en lekker te gaan barbecueën. Nou, misschien maandag, later op de dag een lokale bui, maar dat zien we dan wel weer. Maakt u tenslotte mooie weerfoto's? Zoals ook Marleen Zegeling heb gedaan op de camping in Numansdorp. Dan kunt u ze insturen. Dit is ook zo'n beetje het weerbeeld wat we de komende dagen te zien krijgen: veel blauw met wat vriendelijke stapelwolkjes. Ik wens je nog een prettige dag toe en heel graag tot morgen.